En daar zit drugs in, hè? Er zit geen drugs in. Maat, pak het hier eindelijk weg aan. We hebben onze clickbait, ja. Dus fuck you. Ah! Ik heb examens. Zwerver. Deur is op de droom. Het heeft mij bijna 3000 ballen gekost. Deze zit veel te Fortnite. Easy, what are you doing? Dus, abonneer allemaal op mijn kanaal. Oké, hello guys, met een nieuwe vlog hier. Oké, ik ga niet zo praten, maar ik ben vandaag echt extreem excited. En je kunt je afvragen, waarom? Er komt een pakketje aan, maar dat is geen normaal pakketje. Ik wacht al meer dan 19 jaar om dit te kopen en eigenlijk al meer dan 19 jaar op dit pakketje. Het heeft mij bijna 3000 ballen gekost, maar dit is het helemaal waard. Je gaat het meteen zien. Het komt binnen een uurtje aan of zo. Ik ga me snel klaarmaken. Dus ja, je zult het gewoon zien. Ah ja, het is trouwens nu 11:45. Niet denken dat ik ben opgestaan om 11:45. Ik heb Steffi afgezet op school. Dus ik was even vroeg wakker als allemaal fuckers die naar school gaan. Dus ik zit hier al de hele tijd op het puntje van mijn stoel te wachten op het pakketje. Nu een mooie overgang en tot zelfs. Ik ben hier in de kelder en ik moet hier echt iets nice aan jullie laten zien. We hebben hier een rolstoel staan. En kijk wat ik met die rolstoel kan, hè. Het is insane. Nu kan ik op twee wielen op een rolstoel rijden. Ik vond dit echt vet, maar het is waarschijnlijk niet zo heel cool. Oké, ineens staat de knapste fotograaf van België voor mijn huis. Wat doe jij hier? Meent je dat? Ja? Echt? Die heeft me net knap genoemd. What the fuck? Mag ik mee in de video? Wat doen jullie hier? Wat doe jij hier? Dit is mijn huis. Is het? Mijn wijk. Ik dacht echt dat dat ons huis was. What the fuck? Nee, ik helemaal niet waar. Ik kan een pakketje ophalen. En daar zit drugs in, hè? Er zit geen drugs in. Nee, geen drugs. Is wel drugs. Drugs in? Ah, dat is legaal. We hebben onze clickbait, ja. Dus fuck you. Dit doet me wel denken aan dat eerste moment dat wij op Azul elkaar zagen. Weet je wel? En maat, heb je die foto gezien? Maat! What the fuck, daar was ik zo lelijk. Alleen niet dat ik nu mooi ben of zo. Daar was ik echt heel lelijk. Dit is wel gewoon niet je beste foto. Het is ook zo nog je Karen haircut. KPK noemen ze dat, hè? Dat betekent kort pittig kapsel. Echt? Ja? Toen dacht ik ook eerst dat jij een meisje was. Daarom dat ik je heb uitgenodigd op de podcast ten eerste. Ja. Dus jij vond mij een mooi meisje? Ja, man. Dat is het enige wat telt. Ik kon niet zwijgen over u. Die gasten staan nog altijd op mijn oprit. Ik was dus al naar binnen gegaan, maar ik kom terug en ze staan er nog altijd. Haha, ik heb het. Ja, we kunnen hier eindelijk weg aan. Jij bent, fuck you, by the way. Mijn vriendin kan tenminste TikTok-dansjes. Jullie hebben niet eens een vriendin. Boe, boe. Ja, is dat daarom dat jij zo bekend bent geworden? Nee, ik weet het dan niet. Love you, Gavin. Hey, Gavin. Dus abonneer allemaal op mijn kanaal. Oké, ik ga naar de winkel samen met... Steffi! Wat een slecht licht is dit! Steffi was weer een mondmasker vergeten. Ik denk dat Steffi nog nooit heeft gedacht aan een mondmasker als ik het haar niet zeg. Dus nu moeten we wachten op Steffi. What the fuck is dat? Dat sloeg echt nergens op. Steffi, kun je even iets vertellen over je outfit? Ik had geen jas meer, dus ik heb één van Germain. Maar je lijkt echt op een zwerver, hè? Ja, ik heb examens. Ja, ik heb je nog niet veel zien leren, precies. Zwerver, kijk, er zal daar veters los. Echt? Je bent echt een zwerver. Jij bent een zwerver. Kijk hoe ik eruit zie. En ik heb die vest voor hem gekocht. Doe je lekker? Ja, maar ik zie hier wel gewoon deftig uit. Ja, altijd. Alleen maar nu moet ik me zo... Ik ben hier aan het winkelen, maar jij doet niks. Dat is niet waar. Ik heb allemaal leuke dingen gekocht. Kijk, ik heb crispy M&M. Ik heb de beste chips op de aardbol. Een sapje met een mutje. Dat steunt het goede doel, hè. En... Dit mutje helpt armoede. Mickey wasjes. Dat heb jij weer gepakt. Je top content. Ik ga net mijn ochtendpisje doen in het toilet. En ik zie dat ik hier een gemane puist op mijn bovenlip heb. Dat is heel kut. Maar ik zag ook dit. Mysterieus pakketje. Hier is niemand thuis, dus niemand kan me dit verklaren. Maar mijn naam staat erop, dus dit moet goed zijn, hè, jongens. Dus we gaan dit openen. Ja, jongens, ik ben hier toch niet goed in dit vloggen. Het vlogleven is ook niet alles, hè, meisje. Nee. Jij vindt ook maar niks, hè. Dacht ik al. Dit is zo moeilijk. Altijd wat als je gaat vloggen. Oké, ik denk dat dit een goede setting is. Ik heb geen broek aan, dus if you see my peepee, don't look at it, please.
Holy motherfucking shit, man. Wat zit hier allemaal in? Wat is dit? Wat? Ik snap er niks van. Hier zit een groot Star Wars Lego ding in. Waar je dan zo met allemaal blokjes moet maken. En dan is dat een schilderij van Lego. Wauw. Even een korte onderbreking. Ik wil even snel zeggen dat Disney een nieuwe hashtag heeft. Namelijk Love from Disney. En als je die gebruikt, dan doneert Disney per keer dat je die gebruikt een euro aan de Make-A-Wish Foundation. Dus doe dat. You're gonna make very much kids happy. Kids happy. We're gonna make very, very much kids happy. Yes, yes, do that. Nice. Dit wil je gewoon. Oké, deze muts. Dit is nu niet echt mijn ding, maar... Wauw. Drip houden. Hoe doe ik dit open? Hallo. I am groot. Maar nu dus het allerbeste wat er in deze doos zit. Het is gewoon een stormtrooperhelm. Mijn zus wilt nooit op camera. We zijn toch zo verschillend, hè? Ik ben camera, jij en jij niet de camera. Ach ja. Maar doe de helm dan op, dan kun je op camera. Het zijn nee. Corona heeft mij zo ver gekregen dat ik voor de eerste keer in mijn leven een persoon die geen kapper is, mijn haar ga laten knippen. Mats gaat mijn haar knippen. Dit gaat echt niet. Ik ben wel een kapper, hè. Oké, ik heb een beetje stress. Ik wil niet kaal zijn. Hij heeft een YouTube video gekeken en hij gaat het zelf zonder kopjes doen. Dat gaat niet lukken zo. Dat is niet grappig. Als een haar verneukt is, man. Ik heb nog opnames binnen een week. Oké, zet je... Wacht, ik ga dat allemaal uitdoen, hè. Je moet je remmen opzetten, hè. Ik ben hier niet klaar voor. Probeer echt gewoon zo rustig mogelijk te doen. Nee. Oh, er is al geen zin meer in. Waarom vraag ik jou? Hallo, ik ben een kapper. Kent je dat die dingen waar ze zo kapper sturen om de hele tijd te blijven spuiten als ik klant? Die video's. Oh ja, hoeveel water spuit je op je gezicht? Meestal knip ik andere mensen hun haar en nu zit een keertje op. Oh yeah, sukke kok. Ah! Oké, ik zal normaal doen. Eerst kam je het haar naar achter. De pot op je hoofd, pot op je hoofd. Moet jij geen spelden hebben of zo? Ja, maar ik heb een rekker. Spelden, dat is anders gevallen. Deur is k- van de droom. Dat moet ik bliepen. Waarom? Omdat je geen mag zeggen, want dan word je gecanceld door de cancel community. Kun jij je hoofd recht houden? Hoe de fuck doet je dat bij de... Ik was Acid aan het kijken. Acid speelt toch Fortnite? Acid, what you do, man? Ik kan, heel de dag, ik kan. Oké, zo deed ze het op de YouTube video. Dan pak je een speld. Plaats de speld op het haar. Ah! Oké, hartstikke goed. Pak daarna de tondeus. Ja, ik zie het al. Het is mijn best. Supergoed. Hartstikke mooi. Ja, Gerwin, ik ben de draad een beetje kwijt. Ik snap het niet meer zo goed. Ik zie korte stukken. Ik zie lange stukken. Niks van alles. Nee, ik ooit niks. Maar van achteraan tot in Amerika, van op de Himalaya tot in Zuid-Mel. Dat mag niet op YouTube, want dan krijg ik geen dola bilia. Dalla bil, yo. Decapitated this little mouse. Wat de fuck, laat je dat zien? Hij heeft geen hoofd meer. Daar is geen hoofd aan. Er is geen hoofd aan. Mag dat zelfs op YouTube? Nee. Oké, we zijn een dagje verder en ik vind dat het er echt prachtig uitziet. Het is echt te goed gelukt. Dit had ik niet verwacht. Ik ga even ommetje draaien. Dan ga ik bij deze de vlog ook afsluiten. Ik wil nog even zeggen dat er heel veel van jullie niet geabonneerd zijn. Dus abonneer alsjeblieft. We hebben bijna die 10.000 op YouTube. Dat is echt insane. That's insane, people. So, abonneer en maak mijn kerstmis nog beter dan dat al gaat zijn. Want ik ben al voorbereid, man. Je weet toch. Maar dus, like, abonneer, deel het. Jullie hebben toch niks meer te doen. Jullie examens zijn gedaan. Check mijn vlogs. Komen er veel aan. Doe het. En dan check ik jullie later. Oké, dat was echt een te lame YouTube outro. Dan check ik jullie later, losers!